Jullie kijken naar Jimmy Alter TV. En hier hebben we Cas Hieltjes, de zanger van Go Back to the Zoo. En hier hebben we Lars Kroon, de zanger van, oh nee, de bassist van Go Back to the Zoo. Ja. Oh sorry, dit is Lars Kroon. Go Back to the Zoo, die is nu wat suiker aan op een lijntje aan het leggen. Cas, Lars, allereerst, hoe was het? Ja, ik vond het heel vet. Ja, dat is fucking vet. Ja. Is dit het grootste uitzicht wat jullie tot nu toe gehad hebben met een gig? Of? Ik weet niet of het grootste uitzicht was, maar wel het meeste mensen. We hebben ook wel eens een uitzicht gehad. Op een leeg voetbalveld. Ja. En op 2 jaar geleden speelde nog een festival. Toen hadden we ook een beetje dit uitzicht en toen waren er denk ik 20 mensen. Dus dit uitzicht was wel het beste uitzicht dat we hebben gehad. Ik hoorde toen dat jullie ook Change speelden, de B-side van Beam Me Up. Ja. Dat is misschien niet een van de bekendere songs. Hoe reageerden de mensen erop? Volgens mij ging het wel lekker. Dat is het tweede nummer, geloof ik. Ja. Het is best wel een lekker hard nummer. Volgens mij ging het wel los. Ja. Ja, het is een beetje van, we hebben natuurlijk pas 1 cd. En op een cd heb je een andere dynamiek of zo dan dat je op met een optreden hebt. Dus optreden spelen mensen gewoon hardere nummers en rustige nummers. Niet echt of zo. Dat is meer ook voor een cd. Want als je een cd thuis luistert, is het altijd anders dan als je naar een optreden gaat. Dan wil je gewoon knallen. En daarom spelen we hebben pas 1 cd. Dus niet zoals Kings of Leon bijvoorbeeld gisteren. Die 3 kut cd's hebben afgeleverd, de laatste 3. 2 goede. Ja, de eerste 2 heel goed en de laatste 3 kut. Maar die hebben dan wel ondertussen zoveel cd's, dat als ze live spelen, als ze alleen maar gruwelijke nummers kunnen spelen. Daar moeten wij nog naartoe. Nou, het afgelopen jaar hebben jullie eigenlijk iedere zaal die er is wel uitverkocht. Nu Pinkpop Mainstage, vorig jaar Lowlands. What's next? Ja, Zwarte Gat. Er zit niks anders dan. En daarna de Zwarte Cross. Ja, de Zwarte Cross. Zwarte Cross of het Zwarte Gat. Hardpop, bedoel, dat is ook niet, is geen kattenpis. Ja, het gaat natuurlijk gewoon door. En ook, nu kan je ook weer... Ik bedoel, we hebben het nu gedaan als band die net een album heeft, hebben we Pinkpop gestaan. Maar ja, als we zijn nog lang niet. Ja, precies. Als we daarna... Nu hebben we spelen om 3 uur, misschien spelen we over een paar jaar als afsluiter. Dus er zijn altijd nog heel veel stappen die je kan maken. Misschien spelen we ook juist wel in de tent, wat dat vet is op dat moment. Dus ik denk, er is toch wel veel te verkennen voor ons. Ja, wij zijn niet zo goed in awards bewaren. Ik weet niet... Volgens mij, ik heb ook de 3FM Award, heb ik ook gecustomized. Maar heb je dat al gezien? Nee. Als onderzetter? Nee, is dat op onze site? Het ging over de Jimmy Alter Award, maar niet de afwijking. Nee, maar meer van dat, wij zijn niet zo heel goed met awards. Ik kan wel even kijken. Ik heb geen batterij meer. Ik kan niet even kijken. Nee.